Het pand van Warenhuis V&D aan de Alkmaarse Laat begint aan een volgend leven. Er komen een kleine 100 huurappartementen in en op de begane grond een fietsenstalling en een supermarkt. Voor de architecten een mooie klus om het Rijksmonument om te toveren. Enorm leuk. Nou, het is een ingewikkelde puzzel en elk hoekje van het gebouw is weer anders. Niks is hetzelfde. Dus je moet er heel goed over nadenken. Het is ook leuk om iets moois te maken. Ik weet zeker dat dit fantastisch wordt. Zowel voor de mensen die hier wonen, maar ook als gebouw in de binnenstad. De voorbereidingen voor de metamorfose zijn in volle gang. Buiten houdt het pand uit 1926 zijn vertrouwde look. De naam, de klok, die blijven. Maar binnenin wordt alles gestript. De grootste uitdaging, hoe krijg je in het donkere pand licht in de woningen? Nou, een warenhuis is een gebouw eigenlijk dat wel etalage heeft op begane grond, maar verder eigenlijk helemaal naar binnen gericht is. Als je er een woongebouw van wil maken, wil je eigenlijk dat ramen maken en daglichten hebben. Dus dat is eigenlijk al een tegenstrijdigheid van je welzijn. Dus het kunstje van de architect is om daar iets mee te doen. Het licht komt van grote gaten die in het dak gezaagd gaan worden. Alle balken en kolommen blijven staan. En hier zie je dat je op ooghoogte helemaal geen raam meer hebt. Dus de tweede verdieping zijn we nu. En hier begint het pas lastig te worden voor ons om hier woning van te maken. Dus als je nog een roltrap wil hebben. Nou, ik denk dat als je hem wil hebben en zelf eruit haalt, dat het al een deal is. Ja. Dan moeten we nog even naar het dak, want daar komt een extra woonlaag op met penthouses. Wat je ziet is dat er nu ook al enorme gebouwen op het gebouw staan en alleen voor installaties. Die hebben we niet meer nodig. Dus eigenlijk vervangen we die dozen van installaties voor penthouses. Het toetje hebben de architecten voor het laatst bewaard. Een van de mooiste appartementen is straks te vinden in de voormalige directiekamer. Die ramen blijven, dus mag je amper naar kijken. Zo mooi. Nee, dit is de mooiste kamer. De supermarkt zou er eind dit jaar in kunnen trekken. Gewoond wordt er pas over 2 jaar.